Met de verhoging van de minimumleeftijd waarop je alcohol mag drinken, naar 18 jaar, staat het thema jongeren en alcohol weer volop op de kaart. Daarom uw aandacht voor Herm Kistjes, een verslavingsdeskundige en jongerenwerker, Daan van de Vleuten en ook van hier de organisatie Splinter, verwelkomen wij Mark Roffelsen. Ja. Ja, het is een beetje een dramatisch moment, 1 januari. Ik weet niet of je zit hier 16-jarig in de zaal toevallig of niet? Wie is hier 16? Ja. Potverdorie, dan kom ik zo even bij jou. Want dit is natuurlijk een enorm, ja, dit zijn toch van die momenten. Dit is het 1 januari, je wordt 16 en dan wordt het uitgesteld. Het alcoholbeleid is veranderd. En ja, het is ook wel een beetje, het heeft lang geduurd. Bij roken is het heel anders. Het is, ja, dat heeft ook een beetje met het middel te maken, maatschappelijk gezien. Je hebt bijvoorbeeld wel het Holland Heinekenhuis, bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen. Maar je hebt bijvoorbeeld niet het Holland Cocaïnehuis. Dus daar zit op een of andere manier is het middel maatschappelijk, wordt er ook anders naar gekeken. Maar ja, er is heel veel discussie over. Er is wel de reden dat het gedaan wordt rondom gezondheidsrisico's. Hè. Het brein van jongeren, dat is tot 21ste ongeveer uitgegroeid. En met alcohol gaat dat wat minder. Maar goed, er is best wel discussie over. Dus ik ben wel benieuwd hoe er in de beerzen wordt gedacht. En ik wil eerst even aan Daan van de Vleuten vragen als jongerenwerker. Wat zijn jouw ervaringen daarin? Ja, mijn ervaringen over alcoholgebruik in de campen en ook binnen de gemeente Oorschot, Oost-West-Middelbeers is dat de gemeente en de jongeren in de gemeente behoorlijk goed weten hoe ze met inname van alcohol om moeten gaan. Wat ik wel merk met de verhoging van de leeftijd van 16 naar 18 jaar is dat er heel veel jongeren wel eigenlijk een beetje boos zijn, teleurgesteld zijn. Hey, ik was 16 en nou mag ik een jaar niet drinken in dat geval. Of ik mag pas gaan drinken als ik 18 ben. En vaak als je met de jongeren dan pas in discussie gaat van is het dan zo erg? Zijn er nog andere alternatieven? Dan komt er bijna van dat ze op een andere manier moeten gaan denken. Van eerst was 16 heel normaal om een drankje te nemen. En nu moet dat misschien 18 worden. En wat wel leuk is, het spelletje waar jongeren heel vaak spelen is 15 zijn, 16 proberen te worden. Het lijkt erop alsof je gezellig 15 bent, 16 wil zijn. Maar je mag dan niet drinken. En dat spelletje gaat zich nu verzetten van 17 naar 18 jaar. Dus 17-jarigen doen zich voor als 18-jarigen om te drinken. En ja, dat is een spelletje hè, wat je moet spelen als organisatie. Oké. Okay. Wat is jouw, Mark, voor jou vanuit de Splinter-organisatie, hoe denk jij daarover, van 16 naar 18? Ja, wij zien als Splinter natuurlijk dat een deel van onze doelgroep, hè, op de vrijdagavond, daar richten we ons vooral op de jongeren in het dorp, dat die doelgroep nu voor een deel wel een beetje in dubio zit van, ja, gaan wij nog naar Splinter op het moment dat je geen alcohol meer krijgt. Nu hebben we gezien dat er afgelopen editie, dus op vrijdag, natuurlijk nog wel een hele grote groep mensen waren. Binnen die groep krijg je natuurlijk het spelletje. Wij krijgen een polsbandje waarop je de organisatie kan zien en de mensen achter de bar dat je geen alcohol mag. Nou, laten we iemand anders het proberen te halen. Nou, proberen wij natuurlijk heel strikt die mensen, wanneer we het zien, toch te ontmoedigen. Maar het is wel heel moeilijk om er altijd bovenop te zitten. Maar vind je het een goed idee? Is het een goede regeling, Mark, of niet? Het maakt het voor een festival als Splinter wel moeilijk om dat van de ene op de andere jaar in één keer in te voeren. En want een deel van onze doelgroep valt gewoon wel een beetje weg. Okay. Dus. En wat zou de oplossing zijn over een paar jaar voor dit probleem? Een overgangsregeling was natuurlijk misschien beter geweest. Dat je had kunnen zeggen, mensen die afgelopen jaar op Splinter waren, toen alcohol mochten drinken en nu niet meer. Dat je daar een overgangsregeling voor had gemaakt, zodat zij dit jaar nog wel hadden gemogen, volgend jaar ook. En dat de jongeren die dus nu 16 worden, geen alcohol hadden mogen drinken. Okay. Ik ga even kijken hoor, of het snoer het haalt. Een paar 16-jarigen, want we moeten ook even, even kijken, jij was 16 of niet? Vertel eens even, wat vind jij van die regel? Want een aantal slachtoffers toch, hoe zit dat? Ja, het is natuurlijk niet leuk, maar hoe heet het, we wisten er wel van. Maar ja, het is niet echt dat je er iets van merkt of zo. Of ja. Nee, we merken het niet. Je kan er ook niet echt veel over zeggen. Je ouders zitten misschien in de zaal. Of, Nee, maar je merkt er niet veel van. Maar hoe denkt jouw vriendengroep daarover? Ja,
je kan gewoon nu bijvoorbeeld niet meer naar de winkel iets zelf halen of zo. Maar als, ja, als jij, daar deden we ook niet heel veel of zo. Maar als je bijvoorbeeld op een feestje bent, je kan het dan niet meer aan de bar zelf halen. Maar met carnaval of zo kon dat wel gewoon. Zelfs 15 jaar gelukte dat. Dus op zulke grote festivals of feesten let ze er niet zoveel op. Want dat is bijna niet te doen, zeg maar. Maar het is niet dat ik, ja, dat ik er heel veel van merk of zo, gelukkig. Even kijken, andere 16-jarigen. Kijk, kijk eens aan. Even kijken, kom eventjes naar voren, Ben. Kom eens even, want het snoeren haalt het misschien niet. Wat vind jij ervan? Ja, het maakt mij persoonlijk eigenlijk heel weinig uit. Ik heb veel liever cola, of weet ik het. Maar ik ben, ja precies. Maar er zijn wel mensen die ik ken, die balen er wel gewoon heel erg van. En ja, die gaan, om eerlijk te zijn, die gaan er gewoon ook nog mee door. Die via krijgen die alsnog gewoon alcohol. Dus dat... Wat is dan de geheime weg? Hoe kom je aan alcohol? De geheime weg is via vrienden die het halen, die via vrienden weer iemand het kunnen laten halen, of weet ik het, zoiets. Oké. Maar... Wat vinden ouders ervan? Dankjewel. Even kijken, welke ouders vinden het een goede regeling? Wie is er voor 18? 1 vingers, 2, een paar vingers. Ik zie hier een paar vingers inderdaad. Nou, hier, waarom? Nou, ik denk dat alcohol toch hersenbeschadiging met zich meebrengt. En ik denk dat er al te weinig verstand onder de jeugd is, dus... Ja, we hebben te kort tijd om hierop te reageren, mensen, maar dat is... Dankjewel, Raf. Wie is er tegen? Wie vindt het echt een belachelijke regeling? Helemaal niemand? Is iedereen hier... is niemand hier die zegt van nou 18... Hou het gewoon op 16. Hier, kijk. Ah. Waarom? Het is niet zo dat ik erop tegen ben, maar inderdaad wat hier al kenbaar maakt, de controle is heel moeilijk. En wij zitten met ons gezin in dezelfde leeftijdscategorie. Laten we proberen het 16 compleet te controleren. En laten we tussen 16 en 18 gecontroleerd gebruiken. Dan denk ik dat we een heel eind komen. Want je ziet hier in de zaal ook al, ook met 15 jaar kun je hier krijgen. Dus ik denk dat we het niet de illegaliteit in moeten gaan brengen. Maar ik weet de oplossing ook niet precies hoor, maar dat denk ik. Dus u denkt dat het gewoon eigenlijk meer stiekem gedronken worden? Een stiekem, dat zeg ik niet, maar ja, ik denk het wel, ja. Dat merk je nu al, want er wordt ook al gekocht door mensen van 18 jaar en er wordt aan 15 en 14 jaar gegeven. Dus ja, laten we dan proberen van 16 jaar gecontroleerd te gebruiken. Dat er geen misbruik van gemaakt wordt, alleen maar gebruik. Nog meer mensen die zeggen van nou, dit gewoon hou het op 16, veel makkelijker. Niemand? Nou, dat is wel heel eensgezind hier in de Beerzen, zeg. Daar nog iemand? Kom even, want ik heb snoer. Ja, ik heb iets te weinig snoer. Ah, kijk. Nou, applausje voor deze dappere man. Dat vind ik toch wel, vertel. Ja, Raf begint al te lachen. Ik denk dat Raf vroeger te veel gedronken heeft. Want hij praat er helemaal langs. Nee, gewoon 16, toch? Ja, waarom? Ja, waarom niet? Ja, dat vind ik een heel goed argument. Het is heel sterk, inderdaad. Die hou ik wel. Waarom niet, inderdaad? Nee, dat klopt. Wij begonnen met 13. Ja. En zijn we wel stommelman geworden? Toch niet? Wel. Nee, dus je zegt gewoon alcohol, drugs, gewoon 13 jaar beginnen? Alcohol, 16. En drugs? Drugs niet. Wat is het dan het verschil tussen cannabis en alcohol? Weet ik niet. Nee. Nou... Ik weet niet of je het schemaatje even terug... Ja, dat is eigenlijk niet te lezen. Alcohol zit ongeveer qua gezondheidsrisico... zit het ja, een beetje gelijk met cocaïne... En maatschappelijke schade ook. Dus in die zin, qua middel is het ja, niet ongezonder dan bijvoorbeeld cannabis... en ook niet ongezonder. Dus maar jij zegt in ieder geval gewoon 16 aanhouden. Makkelijkste, toch? Makkelijkste. Makkelijkste, oké. Okay. Nog ouders die hier nog een argument hebben, die zeggen of hoe ga je daarmee om? Want ik denk van het kan van 16 naar 18, maar dan is het nog de vraag van hoe doe je dat? Ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt, Daan, in het jongerenwerk. Ja, een beetje ervaring heb ik daar wel mee. Wat me net opviel is die twee jongeren die aan het woord waren. Die gaven eigenlijk allebei aan van we gaan niet minder drinken, maar we zorgen wel op een andere manier dat we aan onze drank komen als we dat graag zouden willen hebben. Ik ben eigenlijk aan het wachten op het moment dat er een omslag komt, waarin jongeren zeggen van
ik ben nou ik nog geen 18, ik mag nog niet drinken, maar wat ga ik dan doen in mijn vrije tijd? Tussen die eigenlijk 14 en 18 jaar, dat je wel wat meer van huis af gaat, wat meer dingen gaat ondernemen, maar helaas het elementje alcohol daarin niet kan meenemen. Vanuit jongerenwerk zijn we daar wel een aantal pilotjes aan het uitproberen. Wat werkt wel, wat werkt niet. Een fris feestje. Sommige dingen slaan wel aan, andere dingen nog niet. En wat ons wel opvalt is de leeftijd ongeveer tot 14 jaar. Die weten we zonder alcohol nog wel redelijk te bereiken. Maar de leeftijd 15, 16, 17 jaar blijkt voor ons ook heel moeilijk om te bereiken. En als we erachteraan gaan van, goh, wat doen jullie dan anders als voor de alcoholophoging van de leeftijd, dan blijkt er dat er eigenlijk nog niet zo heel erg veel verschil is. En dat is wel iets waar we heel vaak mee aan het stoeien zijn. Hoe zorg je er nou voor dat je wel jongeren een gezellige avond in hun eigen omgeving kan bieden, of wel hun eigen vermaak kan geven, maar dan zonder het gedeelte alcohol? Nee, tot slot, Mark, heb jij daar ideeën over als Splinter volgend jaar? Als je dus gaat van 16 naar 18, hoe ga je die leeftijd bedienen als Splinter? Nou, het speelt dit jaar al. Ja. Dus we hebben daar dit jaar al maatregelen eigenlijk voor moeten treffen. Vooral in de vorm van hele goede controle. Ja. En een deel zit misschien in programmering. Dat je op een iets andere doelgroep richt als festival zijnde. Omdat voor een festival is natuurlijk wel belangrijk dat er iets van drank verkocht wordt. Want daar draait een festival uiteindelijk op. Oké. Dus. Oké, nou bedankt even voor jullie inbreng in wat rondom de discussie 18 jaar alcohol. En nou, ik ben benieuwd wat het de komende jaren gaat brengen en wat jullie erin gaan doen. Bedankt. Ja, graag gedaan. Graag gedaan.